Danny van der Meijer raakte na afloop van de wedstrijd IJsselmeervogels Dovo. Wat was jouw rol deze middag? Invallen en proberen de wedstrijd om te draaien. Wat zei de trainer in de rust? Want ik begreep dat het in de rust nog wel het een en ander tegen elkaar is uitgesproken. Ik heb geen idee. Ik was aan het warmlopen in de rust, dus ik heb het niet gehoord. Maar er was maar één ding om te doen en dat was de afstand omdraaien in een overwinning. En dat is gelukt. Maar het ging wel redelijk moeizaam, hè? Ja, kijk, de eerste helft was moeizaam. Je komt 1-0 achter door een foutje. En het was een hele moeizame wedstrijd. Ik denk, Dovo was heel matig en wij waren ook echt heel matig. Maar uiteindelijk zijn wij net iets effectiever geweest, gelukkig. Ja. Heeft dat met druk te maken dat het zo moeizaam gaat? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat dit wel het beeld van het hele seizoen is. In ieder geval het halve seizoen wat ik nu hier speel, denk ik dat we niet heel veel goede wedstrijden hebben gespeeld. Maar het belangrijkste is dat je in deze periode wint. Dat hebben we uiteindelijk gelukkig gedaan. Ja. En nu moet je de volgende week naar Dem, hè? Want dit is een hele belangrijke overwinning, maar jullie zijn er natuurlijk nog niet. Nee, bij lange na nog niet. We staan gewoon tweede. Kijk, het is wel lekker dat je wint en dat Volendam verliest. Maar wat je zegt, Volendam heeft gewoon naar mijn inzien nog de beste papieren om kampioen te worden. Ja, serieus, want de laatste wedstrijd, dan krijgen jullie de laatste die hier staat op de West, maar dat kan ook wel doelstelde werken zijn, wellicht. Ja, nou laten we eerst maar gewoon winnen, want dat is voor ons de laatste week al lastig zat. Nu de laatste twee weken win je weer gelukkig, dus ik denk dat we gewoon lekker moeten blijven voetballen en hopen dat Volendam wat minder goals maken als wij en dat wij twee keer winnen en dan hopen we dat net genoeg is.